Hallo, ik ben Frank van Weer en in dit filmpje ga ik je uitleggen hoe je met een puntenlijst studenten kan op de hoogte brengen van een punt, van een deelpunt eigenlijk, zonder daar al te veel problemen mee te hebben. Ik bedoel er even concreet mee. Je hebt een algemeen cijfer dat de student gekregen heeft, hè. Dat staat hier in deze tabel, hier zo bij eindcijfer. En bij dat eindcijfer dat je hier zo ziet staan in deze kolom, dat is het enige dat de student gekregen heeft. Maar je wil hem natuurlijk die deelcijfers, punt 1 tot en met punt 6 bijvoorbeeld, wel laten weten. Ik heb even een Excel als voorbeeld gemaakt. Heeft hier mailadressen in kolom 1, voornaam en naam in kolom 2, punt enzovoort. Dat zijn je punten en hier het eindcijfer. Ik neem aan dat je kan tikken, een voorbeeld gemaakt in Word, waarbij je hier de hele Word-layout ziet. En die Word ga ik nu dus aanvullen, waar hier dan eigenlijk de naam moet komen en zo verder. Om dat te doen heb je een mailmerge nodig. Ik wil dus je studenten straks een mail gaan sturen, maar je kan dit eigenlijk even goed, ik zal dat ook laten zien, via een verzendlijst. Gewoon laten afdrukken zodat elke rapport apart afkomt. Even beginnen bij het begin, en dat is wat hier komt. Daar moet dus eigenlijk de voornaam van die student komen. Wel, voor we dat kunnen doen, moeten we dat document even gaan koppelen. Dat doe je met afdruk samen starten hier. Je wil daar straks bijvoorbeeld brieven of e-mail. Ik ga even als voorbeeld brieven pakken. En dan gaat hij nu meteen zeggen. Wel, je moet nog een lijst selecteren. Je kan ofwel een nieuwe lijst maken als je er nog geen hebt. Ik ga een bestaande lijst maken en die bestaande lijst is mijn Excel, deze hier, die ik hier ga openen. Hij vraagt me nog, ben je wel zeker? Want dit is toch wel even een beetje link. Opletten daarmee, zegt hij, want zomaar een document open doen. Daar heb je even het wachtwoord nodig dat je standaard voor je computer gebruikt. Ja, dan moet ik het wel even juist tikken natuurlijk. Voilà. Hier laat je gewoon het hele werkblad staan, want je wil uit heel dat werkblad zaken halen. Hè. En ik sta nu hier dus achter die beste. En nu zal je zien dat je als je hier samenvoegveld invoegen, dat je hier de keuzes die daar straks hier in de bovenkolom staan, dus deze namen hier allemaal, daar kan ik uit kiezen. Dus ik kies met andere woorden beste, en daar ga ik uiteraard de voornaam zetten. Voilà. Met deze mail enzovoort, dan kan je een totaal aantal dingen laten. Je eindcijfer, daarmee kom ik dus hier terug op de kolom eindcijfer. In mijn voorbeeld zijn dat geslaagd of niet geslaagd. Je kan er even goed een punt zetten, hè, rekenkundig. Noem maar op, maar dit moet echt wel een cijfer of een letterreeks zijn of wat. Een woord bijvoorbeeld kan ook, hè. Punt 1, dubbele punt. Je snapt het al, hè. Je gaat hier gewoon punt 1. Bij punt 2 komt dan. Ik ga het even netjes doen. Punt 2, bij punt 3 komt dan. Punt 3. Punt 4, punt 5 en dan nog punt 6. Je kan hier eigenlijk op dezelfde manier, zelfs stel dat je in die Excel ook nog een commentaarveld hebt, bijvoorbeeld een feedback of noem maar op, dan kan je die op dezelfde manier meegeven. Hè. Dan zet je hier in plaats van punt 5 feedback bijvoorbeeld, hè. En dan komt dat goed. En nog even mijn zaak aan het opschonen. Voilà. Afdruk samen starten, brieven voltooien en samenvoegen. Als je hier e-mailberichten hebt gekozen, dan heb je wel, zoals ik hier al heb, een kolom e-mail nodig. En dan gaat hij dat e-mail. Ik ga dat nu even niet doen. Voltooien en samenvoegen. Voilà. Als ik ze afdruk, gaat hij die printen, maar nu kan ik ze even bekijken. Zie je, beste Frank 1, met deze mail en zo verder. Hij vult hier dus die G
overal geslaagd in, zoals die hier bij Frank 1 staat. Voilà, zo eenvoudig is het. Veel plezier ermee.